Of junior heeft het gedaan. En deze. Nee, ik krijg altijd nog een stukje af. Hebben mama mee? Oh, wat ben je moe? Ja, drie tanden los. We eten asperge. Hollandaise saus. Mama. Ja, lieve. Ja! Naar deze vlog van vandaag. Vergeet niet te abonneren door op de rode knop te drukken. Het is helemaal gratis en je maakt er ons heel erg blij mee. Mama, mag ik zeggen? En jij hebt een ei gevonden. Er zit een buisje in de kelder. En die moeten we gaan vangen. Want... Zeg het aan de hagelslag. Kijk, de hagelslag. Is opgegeten. Of junior heeft het gedaan. En deze. Nee, dat doe oh, ik. Junior heb je nog gedaan. Ik heb hier jouw ei. Hier zo ook. Hele kleine gaatjes. En mama. En twee pakjes hagelslag. Verder is er nog niks. Dus we zijn er op tijd bij. De deur staat hier nogal vaak open natuurlijk. Dus ik kan er zo eentje naar binnen glippen. Ik ben echt bang. Nee joh, die doet niks. Ik ben wel echt bang voor muizen. Muizen zijn bang voor jou dan. Ja, zo. Nou, dat weet ik niet hoor. Echt wel. Die zijn echt heel bang voor muizen. Die rennen ja, binnen als mensen. En ik ben ook heel bang voor muizen. Ja, maar muizen doen niks. Mama, hier. Oh, ja. Doof van water, dat is een beetje stuk. Is een beetje korter geworden. Is een beetje korter geworden, ja. Iedereen speelt ermee. Ik denk dat dit het mooiste vaderdag cadeau is geweest. Waarom? Ja, omdat iedereen ermee speelt. Iedereen loopt ermee rond. Iedereen lacht erom. Ja, omdat het zo lief is. Stik leuk gemaakt. Ja, het is wel leuk gemaakt. Maar die van mij is ook lelijk. Dus. Was toch om geweest. Ja, het was ook een lange prikker. Noutje, wil jij ook even jouw haren zo gaan doen? Want wij moeten weg. Nout? Ja? Wil je even je haar gaan doen? Want wij moeten weg. Ja. Dan kunnen we gaan. Madelief, ik mis bij jou nog schoenen. Ook graag even aandoen. Nee. Waarom doe jij niet slippertjes of zo aan? Vind ik niet fijn zitten. Ben je heel klaar? Het is mijn tenen, dat is pijn. En ik mag geen slippers hebben met muziek. Naar een hele administratieochtend moesten we toch even naar Roosendaal. Dus van het onaangename aangename maken. Nuttig. Dus we pakken toch even het terrasje. Lekker salade op allebei. En dan zie je het verschil tussen hoe snel ik eet en hoe snel Sofie eet. En ik mag zo meteen nog naar Halsteren en dan moet ik nog wat deeg draaien. Voor het brood van morgen. We doen daar echt 24 uur via de koetszaal reizen. Dus dat ga ik doen. En wat ga jij doen? Ik ga kindjes ophalen van school. En dan zet ik ze af op de camping. En dan ga ik daarna met junior zijn haar laten kappen. Nou junior die mag naar de kapper. Dan wordt altijd ook zijn eerste knipbeurt. En hij is nou, al 2,5 al. Ja, nog niet. Bijna. Van 21 maart. Bijna 2,5. September pas, hè? Oh, september pas. Ja, ik wil nog een beetje klein aan, hè? Dus even een korte kopje. Ik zal mijn menu. Als ik weer terug ben. Ik ben benieuwd. Ja, ik wil hem niet helemaal kort, toch? Nee, dat weet ik. Je hebt een mooie lange haar bij mannen. Of lange haar. Middellang. Dus moet je dat bij een man zien. Zoals ik het heb. Het is middellang. Het is niet kort. Bij jou mag het nog iets langer. Ja, mijn coronakapsel vond ik ook eigenlijk wel handiger. En dit is niet zo leuk. Ja. Dan hoef ik weer heel lang niet naar de kap. Dat is weer een voordeel. Nog smakelijk eten verder. Ik krijg altijd nog een stukje af. Ja. Het is alweer 2:30. Jan is richting Halsteren. Die moest nog klaarzetten, klaarwegen, iets in de bakkerij doen. En de kinderen zijn nog steeds om 2:30 uit. En volgend schooljaar blijft dat ook, hebben we gehoord, tot aan de kerstvakantie. Dat is wel eventjes wennen, want je mist toch dat uurtje ergens wel in je planning. Maar het is voor de kinderen natuurlijk geweldig. Dan zijn ze lekker 's middags vrij en met dit weer kunnen ze gewoon lekker nog gaan zwemmen. Dus ik wacht even tot ze er aankomen. Je mag als ouder het schoolplein niet op. Dus je blijft eigenlijk, alle ouders staan een beetje bij de auto te wachten. Totdat de kinderen komen. En dan zet ik ze op de camping af. Haal ik junior op. Gaan we zijn haar laten knippen. Jan die bracht het Halsteren gelijk even het boodschapjes mee. En zo zijn de taken weer goed verdeeld. En... Dan gaan we straks gauw lekker van het zonnetje genieten met z'n allen. Juniortje, ga je met mij mee? Gaan we naar de kapper? Kom. Hebben we mama mee? Goed zo. Kan mama nog even binnen ouders zeggen? En dan gaan we, ja?
Tot zo, liefjes. Geen ruzie maken? Heb je het niet heel warm, schat? Ik heb al een snoepje. Heb je het niet heel warm? Anders moet je even iets anders aan doen. Ik heb vandaag wel helemaal in het zand gelegen. Oké. Moet je weer je haar wassen dan? Ja. Nou, tot zo, lief. Ik ga naast zwemmen. Ja. Maar je mag niet alleen, hè? Met Sissy. Ja, dat is goed. Bye. Ja, ik ga met jou mee. Junior, laat je haartjes eens even zien. Doe eens een rondje draaien. Doe eens een rondje draaien. Uit de achterkant te zien van je haar. Wauw, wat ben je mooi! Ja, mam. Nee, kom. Ga maar jouw haar eens even aan Sissy laten zien. En straks aan papa, als papa thuis is. Gaan we eens laten zien hoe mooi je bent. Gaan we eens laten zien. Boom. Nee. Het is echt. Zie je niks aan? Hij heeft zijn haartjes laten knippen. Kom. Hij is echt veel korter. Mooi, hè? Is veel mooier, ja. Dus dat hij helemaal zoeken haar. Ja, dat vond ik ook leuk. Ja, dat was ook wel leuk. Maar dit is ook heel mooi. Laat maar eens zien. Kijk zijn haren. Oh. Laat zien. Het is mooi, hè? Mooie haren, hè? Nou, die papa is ook weer thuis. Merel en Eline zijn ondertussen naar de hockey vertrokken. En het is al best laat. Het is 7 uur, denk ik, zo ongeveer. Je zit onder het deeg nog, denk ik. Ja, een deeg, ja. En de rest is alvast aan de aardbeien begonnen. Er komt zo meteen lekker meloen. Een stokbroodje. En dan wachten we dan op die anderen met eten of gaan we al eten en maken we een bordje voor ze? We maken een bordje voor ze. Dan we een half uurtje kunnen even eten. Oh, oké. Okay. Lekker klontje boter met de aardappelen. En mijn tand zit super los. Ja, drie tanden los. Je hebt straks een fietsenrek. Ja. Deze los en die los en die is eruit. Wat vind je van het haar van Junior? Ik vond het, hoe het zat leuk. En iedereen lachte mij uit, hè? Toen hij zo'n kapsel had. Dat is nou ook wel leuk, hoor. En Marjolein was hier net en die zei, dat is wel zonde dat het eraf is. Ik zei, ja, ik vind het ook, maar ja, ik krijg alleen maar van alle kanten, wanneer gaat hij naar de kapper, wanneer gaat hij naar de kapper? Het wordt wel mooi vol nu. Ja. Wat moet ik doen? Hij heeft gewoon een heel ander gezichtje, zei wel, hij lijkt nog meer op Jan. Waarom zitten jullie binnen als het zonnetje weer is? Het is zo. En die bloemen die mogen ook weg, denk ik. Ja, die heb ik van Merel en Eline gekregen, dat vind ik dan niet zonde om weg te doen. Auto. Ja, dat is je lievelingsplekje. De barbecue is lekker aan. We eten asperges met, wat voor vlees heb je? Varkensvleesje, tip van de slager. Tip van de week. Asperges, broccoli, watermeloen. Hollandaise saus. Oh, hij komt er weer af. Hij komt er weer. Oh. Hij hoort jouw ijs zeggen, Jan. Hij hoort jouw ijs zeggen. Dus je denkt dat hij snoepje mag. Nee, je mag geen snoep. Nee, hebben we al op vandaag. Ja. Rustig. Meloen. Ja. Alsjeblieft. Meloen. Papa. Van papa gekregen. Papa voor jou gemaakt? Watermeloen. Watermeloen. Ik ga er zo een stukje afpakken. Wat een ballon. Oh, ik maak een ballon. En Nout, jij moet morgen wel sportieve kleding aan of niet? Nee. Jawel. Alle dagen stonden de sportieve dingen op het programma, dus moest sportief gekleed. Heb ik ergens gelezen. Ik moet morgen kleding aan die nat mag worden. We gaan buiten spelen. Ik ook. We gaan waterbloemengevecht doen. Ik ga. Tijdens gym. Voor mij mag alles nat worden. Gehad. Oh, en? We deden. Ik weet niet hoe je het noemt. Lees dan maar eens na. Volgens mij, moet je echt sportieve kleding. Dan zoek ik even op, ja?
Mama. Ja, lieverd. Nou, kijk hè. Eet eerst maar even je mond leeg misschien. En dan kan je goed praten. Misschien gaan wij ook meedoen met die water. Ja, morgen stond er wel dat je lekker veel buiten gaat spelen. Dat je eventueel een petje op mag voor de zon. Mama. Omdat het zo warm wordt. Even insmeren. Ik wist nog hoe ik nou het zo'n waterballon. Mama vindt waterballonnen helemaal niks. Kijk, hierom vindt mama waterballonnen niks. Omdat ik overal van die vieze stukjes plastic zie. Ja, die zijn hier allemaal. Dat vind ik vreselijk, vind ik dat. Kijk eens hier. Ligt overal. Dus mogen jullie nou eerst even opruimen? Ik niet. Ja, jij ook. Want jij bent degene die ermee begonnen is vandaag. Junior's haag is geknipt. Ja, daar hebben we al gevlogd. Mama. Ja, schat. Moet ik morgen ook kring en dat nat mag worden? Als de juffrouw dat niet gezegd heeft, hoeft dat niet. Maar op zich mag van mama alles wel nat worden, hoor. Vind ik helemaal niet erg. Het droogt vanzelf in de zon. Stan is met Junior naar het speeltuintje. Moet je even kijken wat ze aan het doen zijn. We hebben ze eigenlijk geluk, hè, zo met elkaar. Ze kunnen altijd spelen. Wij hebben er ook geluk mee dat ze dat doen. Ik hoor Junior al. Stan zit hem te plagen, denk ik. Kijk zo. En nu omdraaien, kijk. La, 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 la. Bam. La, wil jij slaan? Stan. Oh nee, nu maak je hem kapot. Mama, Wauw. Oh, nu maak je hem kapot. Nee, jij doet goed. Kijk maar. Wauw. Wauw. Ik heb hem gemaakt, maar ja. Je bent al lang aan het spelen. Is je al van de glijbaan geweest en zo? Nee, ik zit alleen maar in de schommel met emmers. Met zand spelen. Mm-hmm. Ik denk dat mama dat heel eng vindt. Die weet dat niet, hoor, dat hij alleen hierop zit. Hij is heel vaak gegaan. Heel vaak ook heel hoog. Ik heb het nog niet gezien. Laten zien hoe hoog hij gaat. Doe ik wel even voor zo. Stam. Oh, wat is er nou? Oh. Gaat hij? Zo hoog. Zo hé. Ik mag er niet op. Ik mag er niet op. Dan hoor begint hij te piepen. Hoor jij? Nee. Oh, op die? Nee, mama. Nee. Op papa ook op de schommel. Op welke wil je? Nee, papa. Papa. Deze papa. Op die? Jij op die? Ga jij op die? Mama. Ga maar zitten. Goed zo. Nee, papa gaat erop. Maar vasthouden goed zo. En dan ga ik jou duwen. Wauw. Duw papa. Ja, papa. Oeh. Zo, jij gaat hoger dan mijn. Junior? Ja. Dan moet je met je voeten papa zijn hand aantikken. Dan ga je zelf. Tik maar aan. Tuk. Ja. Ik heb ook op geprobeerd te liggen, maar dat doet hij niet. Mama. Dat snapt hij nog niet. En dan ging ik hiernaast. Nee, die is papa. Kijk zo. Nee, Stan nu aan. Voren, achter, voren. Ja, goed zo. En dan? Voren, ja. Achter, voren, achter, voren. Goed zo. Achter. Zal ik eens op mijn hoogste gaan? En dan eraf springen. Ja, op mijn hoogste niet, hoor. Waarom niet? Dat gaat echt heel hoog, hoor. Wow. Woehoe. Ja, die zijn een beetje te verklaren. Waarom heb je sokken aan onder die slippers? Oh, omdat ik geen zin had om mijn sok uit te doen. Mama, Papa, Zag je dat? Nee. Als je zo hoog gaat, val je, kijk zo. Dan val je. Oh, je moet een duwen, hij gaat heel laag. Nee, ja, maar ga naar bed. Oh. Nee, jij niet. Maar de basisschool die moet naar bed. En Junior ook. En papa gaat ook zo slapen. Ga je mee naar mama? Nee, mama! Nee, ga je niet mee naar mama. Nou, jullie mogen nog wel even spelen. Hij wil hier nooit weg. Maar papa gaat weg dan, hè? Houdoe! Papa gaat weg. Je mag niet weg. Oh.
papa gaat wel mee. Papa mee. Oh, doe. Doe maar zwaaien. En bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Het is wel perfect weer de poort. Een eierschil. Dan mag jij nou de doos even aanstampen. Het is een gaai. Mijn dag was leuk en heet. Heet. Oh. Wow, jij durft wel, Floor. Verder niet. Hier heb ik een muggenbeet. Ja. Ja.